Charlon Wellerius. Een benefietavond voor Stichting Mafoevo. Ja, dat klopt. Ja. Nou zijn we hier op het sportpark. Vertel, want ten eerste, wat is Stichting Mafoevo? Wat doen zij? Stichting Mafoevo heb ik opgericht om jongeren in Malawi een goede behandeling te bieden voor de verslaving. Ik ben daar zelf 3 maanden geweest. Ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan. En ik heb gezien dat daar gewoon jongeren van 7 jaar oud al alcohol drinken, cannabis gebruiken. En ik ben zelf ook werkzaam hier in Nederland in de verslavingszorg met jeugd. Dus ik kreeg het idee om zelf daar iets op te starten. Om de jongeren daar te helpen. Ja. Malawi, dat ligt in Afrika. Ja, dat klopt. Ja. Maar hoe zou je interesse gewekt voor Afrika en om daar naartoe te gaan? Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje onbekend. Toen ik mijn opleiding deed, toen mocht ik stage doen in het buitenland. En toen kwam Ghana zo ineens bij Google opzetten. En toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in Ghana. En vervolgens ben ik doorgegaan naar Zuid-Afrika, heb ik Senegal gezien, Malawi gezien. Dus ik vind de cultuur in Afrika gewoon heel erg puur. En we kunnen daar wat mij betreft echt nog heel veel van leren. Dus ik vind het gewoon een prachtig mooi continent. Waarin Malawi, vind ik, een van de landen is waar de Afrikaanse cultuur nog echt zeg maar wel het meeste zichtbaar is. Ja. Mafoevo staat voor krachtig en dat is vertaald naar Chichewa, de taal die ze daar spreken. En ik zou het mooi vinden als de jongeren hun kracht vinden tijdens de behandeling en die dan ook inzetten voor hun verdere leven. Ze zijn dus verslaafd aan alcohol en cannabis? Ja, dat zijn de voornaamste middelen die daar gebruikt worden. Ja. Maar wat, jouw stichting, wat gaat die daar precies doen? Want je gaat daar een behandelingscentrum oprichten. Ja, klopt. Dus de jongeren die komen daar dan voor 3 maanden. Die worden de eerste maand intensief begeleid bij het ontwennen wat ontstaat. En vervolgens gaan we op zoek naar van, zouden ze nog weer een opleiding kunnen starten? Of zullen we ergens werk moeten gaan vinden? En dat we dus de behandeling combineren met het wel buiten zijn en het buiten gaan oefenen. Ja. Maar ja, hoeveel geld bij het Rijk van Oorlog? Nou, 50.000 euro voor de bouw van het centrum. Dus dat is wel het doel. En uiteraard kan ik daar wel wat in bezuinigen, een kamertje minder. Maar ik zou het gewoon heel mooi vinden om wel te beginnen met 5 kamers en 10 cliënten. Dus dat zou wel het mooiste zijn. Dus 50.000 euro is het begin. Ja. Dat lijkt heel veel geld, maar ja, voor onze begrip en dan weer voor Afrika is het eigenlijk betrekkelijk weinig. Ja, bouw maar eens in Nederland een centrum met inderdaad 5 kamers, een grote keuken, een therapieruimte, een woonkamer. Nou ja, en alles zeg maar wat we daarin nodig hebben. Ja. En het is daar hard nodig, hè? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, als 7-jarige jongeren al aan de alcohol zijn en niet meer naar school gaan, dan moeten we daar beginnen. Ja. En dan vanavond, een benefietavond bij de voetbal. Hoe is dat geregeld? Ik heb zelf altijd heel fanatiek gevoetbald bij SCD 83. En door blessures heb ik moeten stoppen. Maar ik ben altijd nog wel actief geweest hier op het sportpark. Kantinediensten, ik zit momenteel in het bestuur. Ik ben vrouwencoördinator. Dus zodra ze hier wisten dat ik een stichting had opgericht, kwam toch wel vrij snel het idee om een benefietavond te organiseren. Ja. 1 en 1 is 2. Ja, zeker. Zo werkt dat. Ja. En ook voor de mensen, als ze iets na willen lezen over jouw stichting. Heb je een website, Facebook? Ik heb een website, we hebben inderdaad Facebook, maar op de website www.mafoevo.nl, dus M-A-V-U-V-U, er staat ontzettend veel informatie op. Ja. En ik ben fijne handleiding al wel zeg maar voor vanavond,
Daar staat een belbus, daar mag in gedoneerd worden. Er komen straks ook nog twee hele sterke mannen die komen even langs met een belbus. Mocht je de belbus niet vinden, inderdaad. Allee, dankjewel. Mocht je denken, hefstig, de centen zijn op. De inval nog automatisch in kassels naast. Die mogen ook gewoon ingevuld worden en ook gewoon in de belbus gedoneerd worden. Dus dat is helemaal top. En dan hebben we daar ook nog hardlock shirts. Dus mocht je echt zeg maar een fanatieke bui zijn, dan mag je mij ook even opzoeken. En meer informatie vragen over hardlock shirts. Verder wens ik jullie gewoon heel veel plezier met de muziek van je ouders.